In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. De vragen die ik mijn gast stel komen vanuit onze Instagram community. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Femke. Haar naaktfoto is uitgelekt. Billen of borsten? Billen. Met of zonder hoofd? Zonder. Bad of douche? Douche. Ontvangen of versturen? Ontvangen, denk ik dan toch. Wel of niet seksten? Wel. Naar wie stuurde je je naaktfoto? Ik was ongeveer 14 jaar. Ik zat in de tweede. Ik wilde een naaktfoto naar iemand sturen. Maar ik wilde hem ook opslaan. Ik wilde hem opslaan en naast dat opslaan knopje zit je verhaal. Mm-hmm. En nu inmiddels krijg je altijd, als je op verhaal wilt klikken, eerst zo'n melding van oké. Okay. Maar toen was dat niet. Dus hij ging automatisch naar het verhaal toe. Waardoor hij dus, ik denk, echt 5-6 seconden op mijn verhaal heeft gestaan. En toen had ik hem al verwijderd. Oh ja, want je had het wel gelijk door. Je dacht, Ik dacht gelijk van, oh shit, wat doe ik nu? En toen heb ik hem gelijk verwijderd. Maar ja, er zijn dus wel mensen die hem hebben gezien en screenshots van hebben gemaakt. Dus die ene paar seconden, dat was al genoeg? Toen hebben gelijk allemaal mensen... Ja, ik denk in totaal 3-4 mensen of zo. Maar, en naar wie wilde je hem eigenlijk sturen, die foto? Ja, naar een jongen waar ik al een tijd mee bezig was. Dus was niet zomaar iemand, zeg maar. Daar was ik al een tijd mee bezig en daar heb ik later ook gewoon een relatie mee gekregen. Ja, dat was gewoon een beetje onhandig van mezelf. En wat voor foto stuurde je? Van mijn borsten. Ik zat in bad en toen wilde ik gewoon een selfie maken met mijn borsten erop. Dus je zag ook mijn hele gezicht en ik was eigenlijk gewoon hartstikke herkenbaar. Dat is gewoon dit hele stuk van, ja. Van je kruin tot onderaan je tieten. Ja. En weet je nog wat je dacht toen je die foto maakte? Of waarom je hem wilde sturen, zeg maar? Ja, we hadden gewoon zo'n spannend gesprek, zeg maar. En ik dacht, ja, waarom ook niet? Stuurden jullie sowieso al vaker foto's heen en weer? Ja, dit was nou de tweede keer. Het was niet dat hij er echt om vroeg of zo, helemaal niet. Maar ik dacht zelf, het is misschien wel gewoon leuk. En in die tijd, ik zat op dat moment, en misschien andere meiden van die leeftijd ook, maar ik zat op dat moment echt in zo'n fase dat je een beetje jezelf aan het leren kennen bent. Dus ik was ook echt super onzeker. En ja, dan ga je automatisch, dan ben je een beetje naïef. En dan denk je, oh, kan geen kwaad om zo'n foto te sturen. Maar vond je dan die bevestiging fijn? Of dat je een leuke reactie kreeg? Ja, want ik had, ja, ook sowieso daarvoor had ik zoiets van, oh, jongens zullen me wel niet leuk vinden gewoon om hoe ik ben, maar meer om mijn lichaam, zeg maar. Dus ja, daarom werd ik een beetje naïef en dacht ik van, oh, dan stuur ik maar zo'n foto om een beetje die bevestiging inderdaad te krijgen. Of misschien vinden ze me dan leuker of zo. Hoe is de foto uiteindelijk uitgelekt? Mensen hebben hem dus gescreenshot. Ik ging er stiekem van uit dat het wel was gebeurd, maar ik hoopte heel erg dat niemand een screenshot had gemaakt. Dus ja, ik had wel paniek, maar ook dacht ik weer van, oh, niet te paniekerig zijn, want grote kans dat niemand hem gewoon heeft gescreend. Ja, al vrij snel kreeg ik een appje van iemand van, Fem, wat heb je gedaan? Oh ja. En in de oudere groepen ging het vooral op dat moment rond. En echt, ik denk binnen een half uur dat mijn ouders het ook wisten, want die hadden het weer via gehoord. Dus jij zat in de kamer niks te zeggen en je ouders kregen appjes binnen? Ja. Ja, die kregen van vrienden van hun die dan van de dochter dat weer hadden gehoord. Wat zeiden ze erop? Ze vonden het gewoon heel moeilijk, want ja, ze waren ook wel een beetje boos, maar meer teleurgesteld, zeg maar. Ja, ze waren vooral beschermend over mij, dus ja, ze vonden het gewoon super vervelend voor mij. En toen? Mijn broers wisten het op een gegeven moment. De dag daarna had ik zo'n kennismaking, want dat was net in de tweede klas. Ik zag mijn beste vriendin en ik moest meteen super hard huilen en de hele fietstocht hebben we het erover gehad. En ik denk in de avond kreeg ik wel meer appjes van vrienden of zo. Dat die appten van, oh Fem, ik heb dit en dit gehoord. Dus ja, die dag was verschrikkelijk. Hoe was gewoon de periode nadat je foto was uitgelekt? Ja, kut. Gewoon hartstikke kut. Ik moest naar school van pap en mam. Tuurlijk wil je die weken niet naar school of die weken maanden. Je weet dat je wordt aangekeken, je weet dat ze over je praten. Dus elke dag ging ik met een shitgevoel gewoon naar school. En dan kwam ik op school en ik had wel gelukkig één beste vriendin waar ik echt, die echt voor me klaar stond. Maar ja, dan liep je door de gangen en dan wist je dat ze je nakeken. Wist dat de mensen over je praten. Ik zat op dat moment ook echt in een vriendinnengroep waar ik van dacht, zijn dit wel mijn vriendinnen? Hoezo? Vriendinnen van mij gingen naar iemand bij mij in de straat. En ik hoorde gewoon letterlijk dat ze het over mij hadden. Ze waren gewoon royaal aan het roddelen, terwijl ze wisten dat ik in mijn kamer zat en dat ik dat misschien wel kon horen. Ja, andere vriendinnen hoorde ik iets verder weg dan zeggen, oh ja, wat een slet en zo, allemaal zo'n dingen. Op een dag waren we gewoon aan het shoppen en toen dacht ik op een gegeven moment, luister, maakt me niet uit wat jij doet,
Maar ik ga uit deze vriendinnengroep. En toen ben ik uit die vriendinnengroep gegaan. En ja, die beste vriendin die is dus ook met mij uit de vriendinnengroep gestapt. En toen al vrij snel kwam ik in een nieuwe, superleuke vriendinnengroep die veel meer bij me paste. Ja, ik vind het gewoon zo zielig dat je zoiets ergs meemaakt. En dat mensen je daar dan ook nog eens zo voor af gaan straffen door te pesten. En dat dus dan niemand dat snapt. Maar hoe loop je dan door die school? Doe je dan gewoon oogkleppen op en gaan? Of als iemand mensen iets zeggen, reageer je erop? Of hoe? Nee, ja, ik kreeg... Zet je jezelf een soort van uit? Loop je gewoon? Ja, meer dat. Ik dacht, als ik dan in de klas naar een ander lokaal moest, ik dacht dan zo snel mogelijk naar het andere lokaal. Of even tussendoor naar de wc en wachten tot iedereen uit de gang is. Zodat niemand me echt kon aankijken. Maar voelde je je er gewoon ook echt niet tering alleen? Ja, want thuis op een gegeven moment was die fase van mijn ouders, zeg maar, dat ze teleurgesteld waren, was wel op een gegeven moment voorbij. En mijn broers hadden het dan ietsjes langer, dat ze zoiets hadden van, nou, ik vind het nog steeds belachelijk wat je hebt gedaan. Maar op een gegeven moment kwam er weer een nieuwe naaktfoto van iemand naar boven. Dus toen ben ik een beetje zo overgewaaid. Dus toen was mijn roddel gelukkig weer weg. Nee, maar dat voelt natuurlijk als een godsgeschenk dat er een andere naaktfoto... Ja, het is altijd echt een slechte gedachte. Dus dat je denkt, oh yes, er is een andere naaktfoto. Ja, maar ja, ik snap ook wel dat je denkt, van dan waai je dingen even ergens anders naartoe. Ja. En hoe was die hele jongen in deze tijd er voor jou? Ja, hij hielp me wel doorheen, zeg maar. Hij heeft niks fout gedaan in principe. Want nee. Hij stond helemaal buiten dit verhaal eigenlijk. Ja. Over dat die foto naar hem bedoeld was. Ben je er uiteindelijk achter gekomen wie dus die screenshots hebben gemaakt? Er zijn altijd wel wat roddels geweest van, oh, die en die hebben het gemaakt. En ik denk ook wel dat er één of twee, dat ik die zeker weet. Maar ja, ik heb daar nooit echt een probleem van gemaakt van, oh, die is dat. Ik had zoiets van, ik kan wel dat aan diegene even gaan vragen of daar meer moeite in steken. Maar die, ja, was al zo'n tijd geleden voordat ik dat überhaupt een beetje iets van hoorde. Nou ja, of had je nog in je hoofd dat je dacht van, ik wil aangifte doen? Klinkt heel raar, maar dat op dat moment had ik zo het idee van, fuck, dat heb ik gewoon zelf gedaan. En ja, ik ben ook zo iemand, ik kan niet iemand anders daar de schuld van geven, want ik heb het zelf gewoon op mijn verhaal gezet. Het zou natuurlijk wel veel kunnen veranderen, bijvoorbeeld een aangifte. Dat idee had ik niet, want die foto ging toch al rond. Dus ik had zoiets van, ja, als ik nu een aangifte ga doen, dan stopt het rondgaan van de foto niet per se. Heb je dus nooit iets gezegd tegen iemand waarvan je denkt dat die het gedaan zou kunnen hebben? Nee. Ja, nee. Ik dacht op dat moment dacht ik van, als ik dit nu aan diegene ga vragen, dan komt het alleen maar meer op. En dan wordt daar misschien weer over gepraat. En ik dacht, ik laat het nu gewoon rusten. Want dat was ook een tijdje later toen ik hoorde van, oh, misschien zijn het die en die. Achtervolgt de foto je nu nog steeds? Ja, ik heb wel gehoord dat hij nog een jaar geleden of zo, dat hij nog wel ergens, dat mensen hem nog wel op zijn telefoon hadden. Ja, nu het klinkt misschien raar, maar nu kan ik er ook een beetje mee lachen. Laatst was er een feestje en dan was er... Maakte iemand een opmerking van, oh, voor hoeveel geld zou je hier naakt op de tafel gaan staan? En dan zeg ik van, ja, boeit me niet zoveel. Iedereen heeft de helft van mijn lichaam toch al naakt gezien. Dus. Ja. Maak je dan dat grapje omdat je echt zelf de grappen van inziet? Of maak je hem ook een beetje omdat je denkt, dan kunnen andere mensen hem niet maken? Nou, ik maak die grap maar, want ik weet dat iedereen zo denkt. Dus dan zeg ik het gewoon en dan... Ja, haal ik een beetje die ongemakkelijkheid weg of zo. Voel je je ook niet heel anders over je borsten door dat hele ding? Ja, ik wel. Ik heb toen op dat moment sowieso, in die tijd, heb ik echt alleen maar kooltruien aangehad. Ik had nooit meer iets met een beetje een décolleté aan. Gewoon omdat ik dat niet meer wilde. Heb je dan bijvoorbeeld nog op het gebied van seks dat dan moeilijk is om jezelf bloot te geven? Ik heb dan nu een hele leuke vriend en ja, ik moet wel gewoon vertrouwd voelen voordat ik dan echt iets met diegene doe. Die periode daarna zat ik gewoon elke keer in mijn gedachten van als een jongen dan iets met me wilde doen, verder dan bijvoorbeeld alleen maar zoenen, had ik daar wel extra moeite mee en vond ik dat wel een grote stap om te doen. Stuur je nu nog wel eens een naaktfoto? Nee. Als ik nu iets zou sturen, dan zou ik sowieso nooit meer helemaal naakt doen. Dan zou ik altijd in... ondergoed of zoiets doen. Maar ja, ik heb daar ook nooit meer echt behoefte aan gehad. Ik had zoiets van, ja, ik kan het wel sturen, maar... Ja. Dadelijk gaat het weer fout of zo. Ik heb wel die vraag daarna heel veel gehad. Oh ja? Ja. Gewoon omdat veel mensen dachten van... Oh, ze doen het toch wel, blijkbaar. Maar zie je zelf nog wel eens gewoon een andere naaktfoto voorbij komen of zo? Ja. Ja, omdat wij dus in zo'n kleine dorpjes wonen... Als er een naaktfoto rondgaat, dan is dat heel snel overal rond. Dus als ik dan zo'n foto bij mij in de groepsapp krijg,
dan heb ik die foto, maar dan verwijder ik die eigenlijk gelijk. Ik heb dan ook echt zoiets van, ja, ik kan die wel gaan doorsturen, maar... Ja, maar zeg je dan bijvoorbeeld ook iets? Ja, eigenlijk dan denk ik van, ja, waarom stuur je zoiets door? Maar ik zeg er nooit echt iets van. Terwijl het ook ja, misschien... maar door niks te doen gebeurt er niks. Nee, klopt. En dat is misschien ook wel een slechte gedachte, want... Waarschijnlijk heeft bij mij ook niemand ooit gezegd van, nou, ja. Stop het niet. Of stuur het niet door. Ja, maar zou je ook niet zelf willen doen waarvan je eigenlijk had gehoopt dat mensen dat toen bij jouw foto hadden gedaan? Ja, nu ik er zo over nadenk wel. Maar waarom doe je dat dan niet? Omdat je bang bent? Ja, omdat ik dan denk van ja, voor iedereen vindt het grappig als zoiets door wordt gestuurd. Dus als ik dan zo correct ga zijn en zo zeg van nee, niet doorsturen. Ik wil ook een tip geven aan mensen die dat meemaken, waar die dus nu van rondgaat. Het is gewoon echt kut. En je voelt je op dat moment echt verschrikkelijk en... Je denkt echt van, shit, ik ga altijd bekend staan van die meid, van de naaktfoto. Maar op een gegeven moment waait het ook wel weer over. Het komt allemaal echt goed. Ik ben nu hartstikke gelukkig in mijn leven. En ik heb een hartstikke leuke vriendinnengroep, een leuke vriend. Dus het komt allemaal goed. En het blijft niet voor eeuwig die meid van de naaktfoto. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Dat was hem. Top. Hey, hou jij meer van een worstenbroodje of een frikandellenbroodje? Frikandellenbroodje. Ja? Ja. Hoezo? Gewoon met die lekkere curry zo. Oh, ja. Ja, ik krijg er wel zin in. Ja. Ja.